Ieder jaar organiseren we deze manifestatie. Zuidlaardermeer schoon noemen we dat. En dan gaan we met de kajak het meer rond. En verder lopend langs het meer zijn altijd verschillende ploegen die meedoen. Ja, want ik zag al zo net wat aantal mensen aankomen met allemaal rommel. Wat voor dingen vinden ze zoal? Je kan het zo gek niet bedenken. Tuinameublementen, rubberboten, boeien. We hebben net een heleboel prikkeldraad gevonden wat iemand gedumpt had in de bosjes. Echt van alles en nog wat. En natuurlijk heel veel blikjes, flesjes. Wat opvallend is, is dat we vroeger veel meer sigarettenpakjes vonden. En dat is veel minder geworden. Dus er wordt minder gerookt. Ja, nou, dat is in ieder geval al een goed teken. Ja. Jullie zijn ook het Zuidlaardermeer op geweest. Met een aantal mensen met de kano of met de sub en motorboot. Wat was hun doel vandaag? Kijken tussen aan de kaders wat er nog aan rommel lag. Vorig jaar hebben we meegedaan met een actie van de Petty Foundation, maar dat was in mei. En toen konden we bijna niet meer bij de kant komen, omdat er te veel riet groeide. Dus daarom doen we dit altijd voor het broedseizoen. Gaan we met de kajak langs de kanten en ja, je vindt dan van alles. Ja, want er waren ook twee mensen op een sub. Ja. Hoe hebben hun het aangepakt? Ze hebben een ton op de sub staan en grijpers. En zo kunnen ze toch langs de kant van alles oppakken. Ja, ja. Want het is een initiatief vanuit jullie kanovereniging. Ja. Hoe zijn jullie erop gekomen om dit te gaan organiseren? Oh, dat is al heel lang geleden. Je kanoot en je houdt van de natuur. En dan zie je allemaal rommel liggen. Ja, vandaar is het initiatief gekomen lang geleden. Ja, want jullie kanovereniging die organiseert ook wel meerdere activiteiten. Wat voor activiteiten zijn dat allemaal? We hebben iedere week op woensdag is het een clubdag. Dus dan gaan we met een aantal mensen kajakken hier op het meer. En verder zijn er allerlei tochten. Ieder jaar wel 40, 50 tochten door Noord-Nederland met de kajak. Vandaag heb ik een faciliterende rol gehad. Dus ze gingen hier van het NL Doet, hebben ze het Zuidlaardermeer schoon. Doen ze jaarlijks, wouden ze het water gaan opruimen van zwerfafval en de kaders. En ik speelde daar een faciliterende rol. Dat ik wat prikstokken, wat grijpers, vuilniszakken. Ik heb wat lunch geregeld. Ja, voor de rest om even mee te helpen natuurlijk. Ja, dus u was vooral vanuit de gemeente, bent u ingezet om het materiaal ook te regelen? Ja, zeker. En om straks ook het afval weer op te laten halen. Ja, ja. En daarnaast heeft u ook iets gecoördineerd of geholpen bij hoe je het moet aanpakken? Nee, dat is op zich, de hele organisatie, dat heeft bij Hugo Bons van de vereniging lag dat. Dus die heeft alles zitten coördineren. Nou, het is echt een hele mooie dag geworden in principe. Er zijn wat mensen het water opgegaan, wat mensen die lopend zijn gaan prikken. Nee, in principe, ik volg toch wel wat er mij verteld werd. Ja, dus, ja. En ik hoorde ook dat er een complete zeilboot is gevonden. Wat vindt u van die vondst? Nou, dat hoorde ik ook inderdaad. Nou ja, blij dat ze hem gevonden hebben. En wel een beetje gek dat dat achtergelaten wordt. Maar het is goed dat hij straks richting de kaders wordt getrokken. En dan moet hij er uiteindelijk ook uitgehaald worden. Misschien dat hij hergebruikt kan worden, wie weet.